De beste kroeg van de provincie Groningen. Een jaar lang mag de Pintelier aan het Uurwerkersplein zich zo profileren. Maandagavond in Hilversum werd namelijk de Misset Horeca Café Top 100 bekendgemaakt. Een 16e plaats zorgde ervoor dat het speciaal biercafé het hoogst genoteerd was binnen de provincie. Ik ben niet heel snel van mijn apropos, zeg maar. Maar ik was gisteravond natuurlijk wel... totdat je weet waar je staat, ben je dan wel wat nerveus. Want er zijn toch eigenlijk 100 cafés aanwezig. Dus ik wist dat de rest al was geweest. Dus ik wist dat ik in ieder geval de provinciewinnaar zou worden. Ik wist alleen niet welke plaats. Dus op het moment dat je dan geroepen wordt, dan... dat is eigenlijk een soort trots, inderdaad, dat je de beste van Groningen bent. Dus met name trots en spanning. En had je ook nog stiekem een beetje gehoopt op de eerste plek? Ja, vorig jaar is mij die vraag ook gesteld. Ja, natuurlijk hadden we 50% kans. Het gaat de ene kant uit of de andere kant uit. Ik wist dat ik niet bij de eerste vijf hoorde, want dan word je door de hoofdjury bezocht. Dus ik denk, daarna zijn er nog genoeg plekken die ook heel mooi zijn. En 16 hoort daar natuurlijk ook bij. De Groningen cafés deden het totaal niet slecht, met maar liefst 4 kroegen bij de eerste 31. Naast de Pintelier waren De Sleutel, Soestdijk en De Toeter de 4 stadse kroegen die in de lijst voorbij kwamen. 4 cafés toch in de top 31. Hoe kijk je daarna? Ook de concurrentie in de stad wordt steviger. Is dat ook spannend voor jou of is het meer trots? Ik denk met het laatste als eerste. Het is natuurlijk trots, want Groningen die doet gewoon vorstelijk mee. En dat is terecht inderdaad, 4 cafés. Onderling is het natuurlijk collegialiteit. We zijn natuurlijk allemaal samen trots. En ieder doet het op zijn eigen manier. Zo'n lijst helpt de kroegen dan ook met de naamsbekendheid te vergroten. Mensen gaan toch kijken van waar zit die dan als je er nog niet geweest bent. Of we kijken nog eens een keer. Het is meer voor ons de test, doen we het goed? Krijgen we de belangstelling voor? Ja, publiciteit ook. En het levert natuurlijk ook wat extra omzet op.